Jeruzalem is de stad waar verschillende religies samenkomen. Jodendom, christendom en de islam. Voor ieder van hen heeft de stad een eigen betekenis. Naast de Tempelberg vinden we in de Kidronvallei de markante graftombe van Absalom, een van de zonen van koning David, die leefde in de 9e eeuw voor de gewone jaartelling. Gelegen aan de voet van de Olijfberg vinden we ook de graftombes van de profeten Zacharia, Haggai en Malachi. Dit is 's werelds oudste Joodse begraafplaats. De Tempelberg is een van 's werelds meest mysterieuze en mystieke plaatsen. En een van de meest omstreden plekken op aarde. Het is de berg Moria, waar de offering van Isaac door Abraham moest plaatsvinden. 3000 jaar geleden bracht koning David de heilige ark naar Jeruzalem en maakte het tot de hoofdstad van Israël. Zijn zoon Salomo bouwde er de tempel. Sinds de vernietiging van de Tweede Tempel door de Romeinen in het jaar 70 heeft er op deze heilige plaats geen Joodse tempel meer gestaan. Vanaf het ontstaan van de islam in de 7e eeuw wordt de Tempelberg gedomineerd door moslimheiligdommen, de rotskoepel en de Al-Aqsa-moskee. Joden wachten op de komst van de Messias en de Derde Tempel. Koning David vestigde zich in de vallei naast de berg Moria. De plaats werd bekend als de stad van David. Het is het hart van het Bijbelse Jeruzalem. De massieve stenen trap in de stad van David behoort tot de top 10 opgravingen in Israël. I am standing here on the eastern slope of the city of David, inside a neighborhood which was built during the first temple period, between 1000 BCE to 586 BCE. Above me is the enormous stepped stone structure which probably supported the palace of David in the 10th century BCE. I'm inside a central courtyard of a house. You can see the pillars around me and you can actually imagine people living in this house 3,000 years ago. There were other rooms around us and a specific room which held the toilet with a toilet seat and fossilized human feces which were analyzed in the lab. Old Jerusalem is as old as 2,700 years, not over that. We are standing in the city of David, where ancient Jerusalem actually began almost 4,000 years ago. Well, the first temple period is actually the beginning of Jerusalem as an important city in the history of humankind, because there were larger cities, there were more fortified cities around the Levant in those days. But David made this city his capital. It was indeed a small city, almost a village, extremely well fortified, yet a small city. It was the capital of David. This is where the temple was later to be built by his son Solomon. And so this is where, in this period, this is where Jerusalem actually becomes the important city for humankind, for Western and Eastern civilization as well. During the excavations, archaeologists have revealed the remains of Jerusalem from the Canaanite period, from the 18th century BCE, when it was first established as a city. Probably from the time of David himself, remnants of a public building, a royal building, the Palace of David, were excavated here. Later excavations have revealed the walls of Jerusalem from the First Temple period and Second Temple period. The Pool of Siloam, where the story about the miraculous cure of the blind man is described in the Gospel of John, and so on and so forth. So the entire history of this city is folded in this little hill.
Indrukwekkend is het netwerk van gangen onder de stad. Deze tunnels van Chizkia worden beschreven in de Bijbelboeken Koningen en Kronieken en behoren tot een ingenieus systeem dat water naar de stad bracht. Chizkia was de 12e koning van het koninkrijk van Juda. We're inside the Canaanite channel. Water would be brought to here, then diverted through this channel to the bottom of the pool. The walls around me are cut into the bedrock. They are part of a large water reservoir from the Canaanite period, 4,000 years ago, the beginning of Jerusalem. Later, during the First Temple period, 1,000 years later, they added here debris, stones which were thrown into it, leveled the area and built houses which can be seen right behind my back. Dit unieke zegel werd opgegraven in de stad van David. De inscriptie geeft aan dat het toebehoorde aan Jehugal, een belangrijke medewerker aan het hof van de laatste koning van Juda en vermeld in de Bijbel. Thank you.
Ein Karem is een pittoresk voorstadje van Jeruzalem, fraai gelegen in de heuvels rondom de stad. Het wordt beheerst door kerken en kloosters. We vinden er de bron van moeder Maria en het is de geboorteplaats van Johannes de Doper. Deze plek is volgens de christelijke traditie Johannes de Doper geboren. De broers Alfons en Theodor Ratisbon uit Straatsburg stichtten in het midden van de 19e eeuw kloosters in Jeruzalem en Ein Karem. Het waren Joden die zich tot het christendom hadden bekeerd. In Ein Karem stichtten ze rond 1860 een klooster voor nonnen. De zusters van Zion. Het was oorspronkelijk een weeshuis en school voor kinderen die hun ouders hadden verloren in de oorlogen die in die tijd in Libanon woedden. De kamers van het weeshuis werden later in gebruik genomen als gasthuis. Indrukwekkend zijn de prachtige tuinen die minutieus onderhouden worden. In het klooster wonen nog altijd nonnen. We are two communities of Sisters of Zion. Sisters like me who wear civil habit because we are very in relation with the people, we welcome the people, we work in with the outside world. But we have also a community of Sisters of Zion, we are called contemplative, who have exactly the same orders, the same aim, but do it in another way, mostly through prayer and silent work. Het is hoofdzakelijk een leven, een gebedsleven in stilte, maar we werken ook in stilte. We werken ook, we bidden niet heel de dag of we werken al biddend. Dus we hebben ons huishoudelijk werk, keuken, onderhoud. Ik ben verantwoordelijk voor deze begraafplaats, dus twee keer per week moet ik die komen besproeien, want hier valt gedurende 6 maanden valt hier geen druppel regen. In dit kerkhof ligt een van onze twee stichters begraven, Père Marie Ratisbon. Hij was een van de twee Joodse broers. Ik denk dat het menselijk onmogelijk is om een leven lang binnen 4 muren te blijven. We ervaren in ons leven, ieder op zijn manier, een roeping. Waaruit we verstaan dat het niet anders kan dan die weg te volgen, waar we echt gelukkig zijn. En dat is mij overkomen. Leven in het samenleven van met de medezusters. En zo indien mogelijk een eiland van vrede te zijn in een land die het heel moeilijk heeft op het ogenblik. En dat geeft ook zijn vruchtbaarheid. Zo, de ene roeping is niet meer of minder, maar we hebben elkaar nodig en ze zijn heel complementair. Ja.
klooster met gasthuis is tegenwoordig een geliefde plek voor Israëli's die deze rustgevende plek ontdekt hebben. De Dode Zee bevindt zich op zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van Jeruzalem, op de grens van Jordanië en Israël. Het is de laagst gelegen plek op aarde, 420 meter beneden zeeniveau. De Dode Zee dankt zijn naam aan de hoge concentratie mineralen, waardoor er geen direct zichtbare levende wezens in voorkomen. Door uitdroging is het waterpeil de laatste decennia snel gedaald. De buurlanden van de Dode Zee hebben aangegeven het meer te willen redden door er water uit de Rode Zee in te laten lopen. The Dead Sea is unique to the world first and foremost because of the unique geological formation that's here. The only body of water that brings bromide, salts, magnesium, potash together is found here at the Dead Sea. It's the lowest place on Earth, the saltiest body of water on Earth. Around the Dead Sea are all these oases of springs coming down to the lowest place that feed unique habitat, unique here to the Dead Sea, with dramatic, majestic mountains, desert mountains rising out from the shoreline. The uniqueness of the Dead Sea has attracted mankind since time immemorial. Civilizations have gone, have walked along the shores of the Dead Sea, leaving remnants of their civilizations. De Dode Zee heeft een groot religieus, historisch en archeologisch belang. Plaatsen als Sodom en Gomorra, Masada, Engedi en Qumran getuigen daarvan. In Qumran leefde 2000 jaar geleden een groep Essenen. Zij leefden volgens strikte Joodse wetten, anders dan de Farizeeën en de Sadduceeën. In de grotten bij Qumran, aan de rand van de Dode Zee, werden tussen 1947 en 1956 ongeveer 900 rollen van perkament en papyrus gevonden. Vermoedelijk zijn de rollen in de grotten verborgen tijdens de eerste Joodse revolutie rond het jaar 70, toen het Romeinse leger opmarcheerde tegen de Joden die bij de Dode Zee woonden. De rollen bestaan onder meer uit de oudste verzameling manuscripten van het Oude Testament die ooit zijn gevonden, de vroegste daterend uit de 2e eeuw voor de gewone jaartelling. Het fort Masada is gelegen aan de oostelijke rand van de woestijn van Judea op de top van een rotsplateau, hoog boven de Dode Zee. Deze rotsvesting met paleizen werd gebouwd door koning Herodes de Grote omstreeks het jaar 40 voor de gewone jaartelling. Na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 werd Masada, na Qumran, het laatste bolwerk van het Joodse verzet tegen de Romeinen. In het jaar 73, na jaren van uitputtende strijd, kende het Joodse verzet een dramatische ontknoping. Ze wilden zich niet overgeven en pleegden hier massaal zelfmoord. Oh!
De nieuwe woestijnstad Arad, niet ver van de Dode Zee, verbindt de antieke oudheid met het moderne Israël. Ook deze stad kent inmiddels een traditie, het jaarlijkse rockmuziekfestival van Israël. De Negev-woestijn strekt zich uit van Beersheba in het noorden tot Eilat in het uiterste zuiden en beslaat meer dan 60% van het grondgebied van Israël. Deze woestijn was het toneel van vele Bijbelse verhalen die teruggaan tot de tijd van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob en de Exodus uit Egypte, toen de Israëlieten 40 jaar door de woestijn trokken op weg naar het beloofde land. Deze woestijn was later ook onderdeel van het koninkrijk van David en van koning Salomo, die er vestingen bouwde. We are standing now in the front of a fortress of Tel Arad. It's not far away from the modern city of Arad. Inside of this fortress, there is a very unique archaeological digging. We find the secrets of what was inside the fortress of Tel Arad. De oude stad Arad dateert uit de vroege bronstijd, 3000 jaar voor de gewone jaartelling. Hier is een vesting opgegraven uit de tijd van het koninkrijk van Judea, de periode van de eerste tempel in Jeruzalem. In de vesting is een tempel ontdekt, de enige die de tijd heeft overleefd en die ooit in Israël is opgegraven. De belangrijkste tempel bevond zich in Jeruzalem. Maar aan de rand van het koninkrijk bevonden zich ook tempels, zoals deze in Arad. Op de binnenplaats is het altaar opgegraven, gebouwd volgens de exacte maten zoals aangegeven in het Oude Testament. Now what we are seeing here, it's an altar. Now this altar, it's the only altar that was found in archaeological digging. And look, in the Bible it says that the size of the altar should be 5 times Amma. Amma in Hebrew, it's about 1/2 meter. This is 1. Here, this is the 2, 3, 4. Look, 5 Amma. You saw it, yeah? Hier bevindt zich ook het Allerheiligste, het tabernakel, dat alleen door de hoge priester op grote verzoendag betreden mocht worden. Zouden dit de stenen tafelen kunnen zijn? I'm standing now near maybe the deepest well that I know in this region. This is the well of the hill of Beersheba. It's not far from the modern city of Beersheba of our days. I would like to show you how deep this well is. Try to listen how much time takes this stone to get to the bottom of this well. The question is why they built a well outside of the walls of the fortress. The answer is that the people from here, from Beersheba, has to deal with the population of nomads. Now, if you want to deal with nomads, give them something, give them water. If you have a well outside of your walls and you can give them an access to water, well, this is a good start. Beersheba is volgens het Oude Testament gesticht door aartsvader Abraham en is duizenden jaren oud. Nu is er het moderne Beersheba, de hoofdstad van de Negev. We are in Beersheba and I'm standing near the well which called the well of Abraham. Abraham, the patriarch, our main father.
This well is probably the well that we know from the Bible, from the book of Genesis, chapter 20 and 21, which tell us the story of Abraham, who was the first one who believed in God. Al vele duizenden jaren trekken Bedouïnen door de Negev-woestijn. Ze leiden een nomadisch bestaan, maar tegenwoordig wonen velen in dorpen en steden. In de Negev komen indrukwekkende natuurgebieden voor. De krater van Jerucham, ten zuiden van Beersheba, beslaat een enorm gebied. Dit 80 miljoen jaar oude boomfossiel van de Sequoia-boom is het grootste fossiel in zijn soort dat ooit gevonden is. De Negev-woestijn is een mysterieuze synthese van indrukwekkende natuurverschijnselen en duizenden jaren van Bijbelse geschiedenis.